ik ben Amira. Ik ben 9 jaar. Ik ga iets zingen waar jullie allemaal niet van verwachten wat ik ga zingen. Ik droom heel vaak van fans die naar me klappen en zo. Nou, als hier nou duizenden fans zouden staan, zou ik een beetje lachen, soms een beetje zwaaien. Ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar het is vooral ook leuk dat ik hier mag zingen. Ik denk dat ik nu moet. Oh, en ik ben er gewoon helemaal klaar voor. Mijn grootste nachtmerrie is dat er iets heel ergs misgaat. Want ik heb wel heel hard geoefend voor vandaag. Hi. Amira? Ja. Ja, hi. Tuurlijk wil ik Hollands Got Talent winnen. Alleen, je kunt niet alles winnen. Ik hoop gewoon dat ze het heel erg mooi vinden. Kom maar even hier, want kun je vast een beetje stiekem kijken. Hier gaat het allemaal gebeuren natuurlijk, hè? Daar links zit de jury. Het leukste vind ik Gordon. Nou, schiet eens op. Soms zegt hij ook hele grappige dingen. En dat vind ik heel grappig. Ga maar hoor. Ga maar. Hallo. Hallo. Amira Willighagen, zeg ik dat goed? Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 9 jaar. Zo. En wat ga je doen? Ik ga een liedje zingen. En is dat zomaar een liedje of is dat iets bijzonders? Nou, eigenlijk is het een operaliedje. Een opera? Ja. Oh. Hoezo ben jij opera gaan zingen? Nou, het begon met Koninginnedag. Mijn broer Vincent, die speelt viool. Ja. En ik wou ook graag iets doen. Dus ik dacht van, ik ga maar wat zingen. Ik zoekte op YouTube een liedje. En toen hoorde ik operaliedjes. Die vond ik heel erg mooi. Ja. En toen ben ik die gaan zingen. En ja. Wauw. Wat bijzonder. En nu sta je hier. Ja, ik had echt eerder verwacht dat je iets van K3 zou gaan doen of zo. Maar dat vind je niks. Nee. Hey, welk liedje ga je zingen? Het liedje Omeo Bambino Caro. Omeo wow. Bambino Caro. Nou. Amira. Ja? Ik ben zo nieuwsgierig hoe dit klinkt. Heb ik oordopjes nodig of kan het zo veilig? Hè? Het is veilig. Het is veilig. Goed zo. Heel goed. Take it away. Ga je gang. Niet te geloven.
De jury. Ja, Amira Willighagen, 9 jaar oud, staat hier. Ben je echt wel 9? Ja. Jeetje. Amira, ze zeggen wel eens dat oude zielen voortleven in mensen. En als ik jou hoor zingen, dan heb jij bijna de bezieling van een Maria Callas, die er helaas niet meer is. Maar jouw stem is zo puur en zo mooi. Maar ik vind het ook zo bijzonder dat voor een meisje van jouw leeftijd, dat je dit doet. Dat is toch ongelofelijk? Ik wil ook zo'n dochter. Ja. Wie heeft jou zo leren zingen? Heb jij een zangdocent? Nee, ik heb geen zangles. En dat leer je jezelf aan? Je gaat dat luisteren en dan zing je mee en dan op een gegeven moment kun je het. Oh, ongelofelijk. En wat is jouw droom? Later wil ik heel graag zangeres worden, maar als dat niet lukt of zo, dan wil ik ook graag meedoen met het Olympische Spelen met atletiek. Oh, het zijn twee kleine dingetjes. I love this girl. Dat is logisch. Ja. Yeah. Well, I'm curious if you've ever performed on a stage like this before. Or in front of an audience this big. Heb je ooit eerder opgetreden voor het publiek? Nou, niet voor zo'n groot publiek. Maar wat goed van je, echt. En dan zo zonder zenuwen. Hè, Dan? She's incredible. I mean, I say yes. Definitely yes. Chantal. Dikke vette ja. Wat wij hebben in Holland's Got Talent, net als vorig jaar, is de Golden Ticket. Voor jou. Ze zit gewoon in de liveshow. Sowieso in de liveshow.